Peter. Ik ben vrijwilliger in, het woonzorgcentrum De Hanshoek. Nou, dat heeft te maken met het feit dat mijn schoonmoeder hier heeft gezeten. En ik toen heb gezien hoeveel liefde en aandacht zij kreeg van alle, vooral meiden die hier werken en enkele jongen. Toen ik gestopt ben met werken, heb ik tegen mijn vrouw gezegd, ik ga naar De Hanshoek. En ik ga daar vrijwilligerswerk doen. Ik ben nu met een heel andere doelgroep bezig. Vandaag ben ik weer aan het koken. Vanmiddag ga ik mee wandelen. En met heel veel plezier de mensen bedien met eten of met het wandelen. In ieder geval op hun oude dag een fijn moment te bezorgen. En ik nodig een heleboel mensen uit om zich aan te melden voor vrijwilliger. Want het zal je een goed gevoel geven. Je krijgt er echt iets voor terug. En niet zomaar wat. De mensen geven je enorm veel liefde terug. Zijn wel de leukste wandelgroep van Lage Zwanen en omstreken, ja, toch wel. Ik ben op De Hanshoek terechtgekomen. Vind ik zelf wel een leuk verhaal. Ik ben stewardess bij de KLM. En nou, zoals we allemaal weten, een paar jaar geleden was ineens de corona. En toen kwam er vanuit KLM een wisselprogramma. Dat je in plaats van 3 maanden vliegen, 3 maanden in de zorg kon werken. Dat vond ik eigenlijk heel leuk om te doen. Dus ik heb 3 maanden ben ik hier op De Hanshoek terechtgekomen. En erg leuk vond ik het ook, want mijn oma heeft hier ooit gewoond. Dus ik kende het al. En die 3 maanden, ja, ben ik me ook wel heel erg thuis gaan voelen hier. Ja, ja, kijk, als jij 10 vrijwilligers hebt, dan kun je 10 mensen met een rolstoel meenemen. Dus we zijn wel afhankelijk van de vrijwilligers. Want geven we er maar 5 op, ja, dan kunnen we ook maar 5 mensen meenemen. Altijd als ik in de auto naar huis rijd, ik woon zelf in Breda. Ja, dan zit ik eigenlijk met een glimlach op mijn gezicht naar huis. Van, goh, ik heb er echt wel toe gedaan vandaag. Ja.